Scheidsrechter op veld 1. Bent u klaar? Wij hebben pannen gehad onderweg. Wat hebben wij gemist vanmorgen? Nou ja, wat je gemist hebt is natuurlijk de aftrap. De nieuwe burgemeester van Terneuzen, Erik van Menningboer, die heeft afgetrapt. En daarna hebben we een paar prachtige wedstrijden gehad. En zien we zich al een aantal favorieten zich aftekenen. En nou, we zullen zien waar we uitkomen aan het eind van de dag. Jorn Fuchs. Ja. Je speelt in het team van de Stichting Door. Dat klopt. Maar je komt eigenlijk uit de gemeente Sluis. Ja, klopt. Ja. En hoe vind jij het voetbaltoernooi? Ja, ik vind het op zich wel leuk. Ik vind het ook fijn dat het niet te lang duurt. Dat je gewoon dat het maar een kwartiertje duurt. Dat je daarna even uit kan rusten. Nou. Wies van de Ene. En wat vindt u van het voetbaltoernooi? Ja, het is elke keer super als Zeeuwse Gronden zoiets organiseert natuurlijk. Hè. Het is gewoon een beetje respect naar mensen toe. En dat je ook weer nieuwe mensen leert kennen. En het is ook fijn om tegen andere teams te voetballen. En hoort u bij een team? Nou, ik hoor bij Zeeuwse Gronden, maar ik voetbal zelf niet meer. Ik ben supporter van Zeeuwse Gronden, maar ik vind het ook leuk om naar een ander team te kijken. En ik wil best ook supporter voor een ander team inderdaad. De brandweer en de politie doen dit jaar niet mee. Die hebben in het verleden al wel meegedaan. En ik hoop dat ze volgend jaar ook weer meedoen. Maar op dit moment was eigenlijk te vroeg nadat alles had stilgelegen om weer helemaal weer volkomen operationeel te kunnen zijn. De ambulance doet wel mee. Ja, en die zijn zoals altijd weer heel fanatiek aanwezig. Hoe zijn de resultaten van jouw team tot nu toe? Ja, we hebben 2 verloren en 1 gewonnen. En op welke plek in het veld sta jij? Ik sta in het midden. Dus je kan wel goed voetballen? Ik kan het wel hoor, zeker. Ik heb de bal getrapt naar Dave en die scoorde. Dus ik heb eigenlijk geholpen met het doelpunt. Een assist? Een assist, ja. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Heren, u bent supporter op het voetbaltoernooi. Hoe vindt u het toernooi tot zover? Oh, heel goed. Ik heb net een wedstrijdje gekeken. Ik vind dat het heel prima doen. Wat voor sport is voor iemand? Ze doen ze de best. Ze spelen goed samen. Ze doen ze de best. Ja, we zijn fan van die Maris, hè? Okay. Dus we gaan winnen, hè? We gaan beginnen aan de. Dat is duidelijk. En we gaan winnen van de Belgische ploeg. Meneer Van Blarikum, u bent bestuursvoorzitter van de Zeeuwse Gronden. Maar vandaag bent u presentator van een fantastisch voetbaltoernooi. Hoe zit dat? Ja, dat is eigenlijk een toernooi wat we al organiseren vanaf 2014. En er komen hele mooie teams hier voetballen. Ja, en iemand moet de boel aan elkaar praten en in orde houden. En dat doe ik al, eigenlijk sinds 2014. Ja, ik heb al een aantal wedstrijden gefloten. Ik probeer alles in goede banen te leiden, dus het gaat uitstekend. Ik vind het uitstekend georganiseerd heb, Zeeuwse Gronden. En ik doe er elk jaar mee. Eerst als voetballer bij Zeeuwse Gronden 1. En nu als, voor het eerste jaar als scheidsrechter. Dus alle wedstrijden in groene banen te leiden. Dus volgend jaar doe ik weer mee uiteraard als scheidsrechter. Inderdaad. En Mergens heeft net met 6-0 gewonnen geloof ik. Ja, dat klopt. Maar die hebben ook tegen het jeugdteam van Zeeuwse Gronden gespeeld. Dus, Dat is niet eerlijk tegen kinderen. Nou ja, ik heb zoiets. Het is voor ons plezier. Kijk, we hebben een leuke middag en daar had het aan mij gekomen. Alleen dat we er gewoon een leuke middag van maken en dat we er allemaal heel veel plezier aan hebben. Dus, hey, doe je. Scheidsrechter op veld 1. Bent u klaar? Dank u.